Hoi, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kanai Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook iets heel moois maken. Ik heb het al even laten zien in de vlog en daar waren jullie heel enthousiast over. We gaan namelijk aan de slag met dit super grote frame. En deze prachtige gewakste bolletjes in verschillende kleuren. Dus ik zou zeggen, heb je zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf ik toch voor alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Goed, dan gaan we nu gauw beginnen. Allereerst, heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het op Facebook of Instagram, tag mij. Dan maak je elke maand kans op een cadeau rond de waarde van 15 euro. En vandaag hebben we ook weer een winnaar, die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd. En heb je zelf niet wat gemaakt, maar wil je toch de inspiratie verspreiden, mag je ook een bestaande video, dus bijvoorbeeld deze video, gaan delen. Dan doe je ook mee met de winactie, dus zo kan iedereen meedoen. En dan gaat eigenlijk de hele maand gewoon door, dus alleen maar leuk. Daarnaast doen we vandaag nog even een extra winactie. Waar maak je kans op? Je maakt kans op een mooi gevuld pakket van Oasis met allerlei mooie steekschuim. Wat moet je daarvoor doen? Laat hieronder weten wat jouw lievelingskleur is met bloemschikken. Of verschillende tinten vind je misschien wel mooi, maar laat hieronder weten en dan doe je mee. En dan zou ik zeggen, laten we nu gauw gaan beginnen. Zoals ik al zei, heb een heel mooi frame. Ik haal je er even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Allereerst heb ik wat waterschaaltjes. Je kan het frame van vandaag opmaken in de kleur die ik nu maak. Maar vind je dat te heftig, want we gaan ook aan de slag met gekleurde katjes en gekleurde bolletjes. Dan kan je hem ook in het wit-groen bestellen. Dus dan is het voor ieder wat wils. Ik heb al eventjes steekschuim op maat gemaakt. Even aan de andere kant. Zodat we een mooie basis hebben. Dan daartussen om de schaaltjes heen leg ik even wat mos. Schoon mos. En ik laat er een stukje tussen. En dan doe ik dat ook bij het volgende gedeelte. Dan heb ik ook wat bolmos en dat verdeel ik er ook tussen. Het is kleinere stukjes, geeft dat een leuk effect, vind ik. En ik heb wat bonsai takjes, ook die geef ik een plekje in het stuk. Kijk altijd even hoe die mooi tot zijn recht komt, hoe die mooi valt. Je mag het frame best wel blijven zien, want het geeft best wel een mooi effect. En dan heb ik natuurlijk de gewakste bolletjes. En die geef ik ook alvast een plekje in het stuk. En dan hebben we echt een hele leuke basis. Je kan ze ook bij elkaar zetten. Hier kan je zelf in spelen. Er zijn ook nog wat leuke vlindertjes. En dan gaan we nu beginnen met de snijbloemen. Ik begin even met asparagus. Mooi sierlijk. Nu steek ik er aan de zijkant een beetje tussen. En zoals je kan zien hebben we dan eigenlijk al een hele mooie basis opgebouwd. Dan heb ik prachtig gekleurde katjes. Kijk dan hoe leuk. Echt voorjaar. Een heel leuk effect omdat hij net wat anders is dan gewone katjes. Je steekt ze erin en je buigt het naar de andere kant. En daar zet je het even vast met een krammetje. Soms is het nodig om eventjes twee krammetjes te gebruiken. En ik heb verschillende kleuren en je doet het van de ene kant naar de andere kant. Dus aan beide kanten gebruik je dat. En je mag verschillende lengtes maken met de katjes. Je mag ook een beetje aan de zijkant. Als het nodig is, doe je eventjes het katje door.
Zoals je kan zien hebben we dan echt een prachtige basis. Heel erg leuk. En speels natuurlijk. En helemaal straks die bolletjes nog gaan bloeien. Maar we willen nog wel even wat extra bloemen aan toevoegen. Ik gebruik hier verschillende bloemetjes voor. En die kan je eigenlijk gewoon vol in het steekschuim steken. In het begin zul je nog een beetje de krammetjes zien. Maar doordat je die nu vol steekt met de bloemen, zie je die dan straks eigenlijk ook niet meer. Het stuk is eigenlijk heel sterk, want vooral de katjes en zo blijven gewoon heel lang goed. Ik gebruik sterke materialen, hooguit droog misschien ook mooi in. Maar je moet misschien ook uit een keer het roosje vervangen. Je kan ervoor kiezen om ook wat bloemen wat langer erin te steken en wat meer te laten lopen met de boog. Heeft ook een heel leuk effect. En dat kan je eigenlijk zelf bepalen wat je daarin leuk vindt. Denk bijvoorbeeld aan deze scabiosa bolletjes. Nou, je kan hem er eigenlijk gewoon een beetje zo tussen weven. Dat doe ik ook met zuidenwindlelies. Snorkjes kan je ook even een klein draadje gebruiken om hem vast te zetten. Dat kan natuurlijk ook altijd. Dan heb ik gipskruid in verschillende kleuren van de katjes. Dan kunnen we dat weer terug laten komen in het stuk onderin. Heel erg leuk om elke keer die kleurtjes weer terug te laten komen. Laat ik iets langer. Ik kan eucalyptus altijd splitsen. Je kan het ook helemaal kort in verwerken mocht je dat willen. En je kan natuurlijk de stukjes die je overhoudt even bovenaan afknippen. Dan kan je die elke keer weer gebruiken. Nog wat mooie waxflower. Die laat ik ook iets langer meelopen met het stuk. Het is een voorjaarsbloemetje. Echt heel leuk, vind ik altijd. Ik heb nog een zijtakje over. Die steekt er ook bij je tussen. En mocht er nu nog steekschuim zichtbaar zijn, dan vul ik dat op met mos. Zodat er geen steekschuim meer zichtbaar is. Dat wil je natuurlijk niet. Ik hou van dit soort aparte stukken en het frame is prachtig. Je kan hem elke keer weer gebruiken. En er zijn ook vele mogelijkheden mee om wat mee te maken. Je kan er al los bolletjes op leggen. Je kan er eigenlijk alle kanten mee op wat je zelf leuk vindt. En dan hebben we echt een geweldig apart frame. Ik vind het leuk om nu richting het voorjaar veel met vlindertjes te werken. Dus ik voeg er ook nog even een paar vlindertjes aan toe. Geeft gelijk dat voorjaarssfeertje. En je kan die heel leuk tussen het stuk laten zweven. Dat is ook heel erg leuk. Echt prachtig. Je kan hem dus in deze kleuren bestellen. Heel erg leuk vind ik zelf. Ik hou van deze kleuren. Maar mocht je wat meer van natuurlijke stukken houden. Je kan hem ook in het groen-wit bestellen.
Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dat vind je onder kopje cursuspakketten. Wil je meer doen met een winactie? Laat hieronder al weten wat jouw favoriete kleur is met bloemschikken. En je kan natuurlijk altijd jouw inspiratie delen op Facebook of Instagram. Tag mij, dan maak je elke maand kans nodig. Ook nog eens kans op een leuke prijs. Een cadeaubon te waarde van 15 euro. Goed, ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Het is een mooi apart stuk geworden. Ik ben er blij mee. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Doeg!